Goedemiddag op deze woensdag. Het is 23 februari. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ja, we gaan toch even stil zijn met wat er gisteren allemaal is gebeurd. Ik kreeg volgens mij rond 7:50 kreeg ik een melding van nu. Dat er aan het Leidseplein in Amsterdam bij de Apple Store een gijzeling plaatsvond. Ik had hier eigenlijk nog helemaal niks van gelezen en ik dacht jeetje heftig en zo. Toen ben ik gewoon programma's gaan kijken, daar kom ik zo meteen eventjes op terug. En toen hoorde ik op een gegeven moment dat er een livestream was van AT5. Die deden eigenlijk verslag, ze stonden niet bij de Apple Store, want daar mochten ze niet komen. Ze deden eigenlijk daar dichtbij verslag van wat er dus allemaal gebeurde. Dus ik heb die stream eventjes aangezet. En toen bleek dus dat het is begonnen als een overval. Dat deze man, hij wilde cryptische, crypto's of zo, volgens mij. Ik weet het niet precies, maar hij wilde wat hebben. En ik heb het idee, met de informatie die nu naar buiten komt, dat hij dacht dat hij snel binnen en buiten zou zijn. Want hij bleek dus te werken voor de Albert Heijn bezorgservice. En de hele avond heeft daar een busje van de bezorgservice gestaan van de Albert Heijn met de knipperlichten aan. Dus eigenlijk wat je doet als je gewoon even snel ergens stilstaat, dat je even snel wat ophaalt of aanpakt en dat je zo weer weg bent. Nou, dus ik heb het idee dat dat zijn plan is geweest. Maar goed, die overval die lukte dus niet. En toen hoorde hij de politie aankomen en toen heeft hij het omgezet in een gijzeling. Toen heeft hij een willekeurige burger van buiten mee naar binnen getrokken. Die heeft hij onder schot gehouden. En toen was het ineens een gijzeling. Er waren best wel wat mensen nog binnen. Er zaten zelfs mensen in de bezemkast. En die heeft de politie op een gegeven moment wel weten te bevrijden. Hoe ze dat gedaan hebben, dat weet ik niet. En op een gegeven moment komen er dus beelden naar buiten dat je de persoon die gegijzeld wordt ziet zitten met de handen op de rug. Dus ik heb het idee dat hij vast zat. Er lag een pistool naast hem en de gijzelaar die zat tegenover hem met een pistool vast. Hij had meerdere wapens bij zich. Nou ja, op een gegeven moment komt er eigenlijk best wel een grote groep dus naar buiten die dus gelukkig bevrijd zijn. Maar dat duurde al best wel lang. En er kwam ook heel weinig informatie naar buiten, alleen dat de politie heeft opgeroepen iedereen moet binnen blijven die in die omgeving woont. Ze schreeuwden ook echt naar de omwonenden die bij de deuropening stonden, naar binnen en verberg je. Nou, dat heeft echt heel erg lang geduurd en op een gegeven moment hebben ze rond iets voor 11 is er gevraagd om water. Ik weet niet of de gijzelaar dat heeft gevraagd, maar in ieder geval er is gevraagd om water aan de politie. Dat water is gebracht met een robot. De techniek staat ook voor niks natuurlijk. Dat is natuurlijk best wel veilig dat een robot dat kan doen, want als je daarop schiet, dan is er in ieder geval geen mensenleven die verwoest is. En toen heeft de persoon die gegijzeld werd kunnen ontsnappen, die is het plein opgerend. De gijzelaar ging erachteraan en die is aangereden door de politie. Een politie in burger, politieauto in burger, die heeft hem aangereden. En dat ging er vrij hard aan toe, want hij belandde op de motorkap, daarna keihard op de grond. Dus ik dacht, nou, ik weet niet of die man nog leeft. Het zag er echt heel hard uit, maar de politie zegt ook, wij hadden eigenlijk geen keuze, want we weten niet wat er anders was gebeurd. Toen hebben ze hem eerst helemaal onderzocht op explosieven, want er ging ook het gerucht dat hij een bomgordel zou dragen. Hij had ook wel een hele dikke kleding had hij aan, een beetje gecamoufleerde kleding. Ja, hij had wel degelijk explosieven om zijn lijf, maar die waren niet actief. Maar jeetje, wat heftig. En deze man ook, die gegijzeld werd, die kwam niet eens uit Nederland. Het was een Brit. Nou, dan denk je, je gaat even naar Amsterdam en dan overkomt je dit. Niet te bevatten eigenlijk. Er druppelt nu ook nog steeds informatie naar buiten. De man is zwaar gewond, ligt in het ziekenhuis. Ik dacht alleen eigenlijk altijd dat er beveiliging stond bij die Apple Store. Ik ben er zelf één keertje geweest, maar ik was bij de Genius Bar en dat is boven. En dit is de grootste Apple Store van Nederland. En ik heb toen een keer probleem gehad met mijn laptop op softwaregebied. Toen hebben ze mij eerst geprobeerd telefonisch te helpen en dat lukte niet. En toen moest ik een afspraak maken bij die Apple Store. En ik weet nog, als je naar de Genius Bar moet, dan moet je je ook eerst aanmelden. Dan moet je dus eerst daar zeggen van nou, ik heb een afspraak en dat pas mag je doorlopen. Maar misschien dat er bij de deur dan toch geen beveiliging stond. Ja, anders zou je bijna niet binnen en buiten kunnen lopen. En dat lijkt me dan ook stug, want anders had deze man natuurlijk nooit door de beveiliging gekomen.
Ik vond het allemaal wel heftig hoor. Maar goed, ik heb dus Married at First Sight gekeken. En ja, op zich wel leuk. Maar wat een drama met Arjan en Maurice. En Carlo Bossard ging bij hem langs en had zijn trouwring al af. Dat viel me gelijk op. Dus deze man, die ziet het gewoon niet meer zitten. Ik denk ook niet dat het avontuur verder zou gaan voor hun. Want ja, hij heeft er eigenlijk al een beetje de brui aan gegeven. Wat je hoorde, stond op het punt om nee te zeggen. En dan denk ik van, ja, gozer, waarom doe je dan mee? Weet je wel. Ja, als ik dan daar kom en het lijkt net of ik mijn broer zie staan. Dan denk ik van, nou, ook een belediging. Dat is helemaal niet aardig wat je nu zegt. Dus ik zie dat niet goed komen. Nou ja, ik heb verder de vlog afgemaakt en de foto's bewerkt. Ik moet zo nog even één nieuwe foto maken. En toen ben ik de Sinner gaan kijken. En daarna had ik de laatste witsen. Was ook wel, ja, ik wist het ergens wel, maar dan zie je weer even al die oude beelden. En denk ik eigenlijk ook wel zonde dat het toen ineens stopte. Maar ja, ik heb wel mijn nagels even gedaan. Ik heb er nu echt iets anders op gedaan. Het was alweer beschadigd en kon er niet meer tegen. Dus ik heb nu dit kleurtje erop gedaan. De Max Factor Masterpiece Express. Deze in de kleur 360 Pretty as Plum. Dus die zit er nu op. Ik ga eventjes hier schoonmaken. Ik ga het siliconen hoesje om de Apple TV heen doen. En ik ga ook even het touwtje aan mijn telefoon maken. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Dus ik ga even muziek aan doen en dan ga ik mooi eventjes aan de gang. Je zit er dus omheen. Je ziet nu dat hij heel goed beschermd is. De onderkant is dus open en aan de achterkant ook, zodat de snoeren erin kunnen. En dit is dan gewoon het hoesje voor de afstandsbediening. Ik heb hier even meelopen kleren met het koordje. De bovenkant is dan open, zodat je wel kan richten. En dan zit hier gewoon het aanknopje. En verder, ja, is gewoon goed beschermd. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Het koordje zit ook aan de telefoon. Dus deze ziet er dan zo uit, zodat ik dus nu mijn koordje weer aan kan hangen. Dat vind ik zelf gewoon wel heel erg prettig. Dus daar ben ik wel blij om. Ik heb alleen een beetje last van de zon. Katten hebben net gegeten. Ik had wel dingen uit folders geknipt. Want die wilde ik dan weer gebruiken in mijn bullet journal. Maar dat lag daar alweer even. Dus ik heb het nu even mooi weggeknipt. Dus dan zit nu alweer mooi in de kliko. Nee, niet in de kliko. In de bak van het oude papier, zeg maar, of in de zak. De katten hebben het lekker gegeten. Ik heb nog even lekker gebullet journaled. Dus op zich wel een fijne middag. De boel is hier weer lekker schoon. Dat is altijd wel weer heel erg fijn, vind ik zelf. Dus daar ben ik wel weer blij om. Ik ga zo even relaxen, straks douchen en eten. Vanavond heb je Ajax. Dat ga ik kijken. Ik kijk eerst eventjes tegen Rijksstraat Arnhem. Want verder heb je niet zoveel. Kan ik daarna mooi door naar Ajax. Dus dat is eigenlijk wat ik ga doen. Ik moet sowieso nog even een thumbnailtje maken voor mijn vlog voor morgen. En ik moet even mijn artikel schrijven. Ja, die extra foto moet ik nog even maken. Dat ga ik zo eerst nog eventjes doen. En dan heb ik vanavond weer de Sinner. En ik moet het zeggen, ik ben er toch nog wel weer goed ingekomen. Na dat seizoen 4 had ik natuurlijk al 2 afleveringen van gezien. Maar ik snapte het wel weer gelijk. Dat was wel fijn.
Vanavond begin ik met Flikken Gent. Dus ja, dat is eigenlijk voor nu de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik ga even het fotootje maken en dan ga ik even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 24 februari. Ik ben klaargemaakt. En het regent weer. De wind waait. Storm Gladys is aangekomen. Het is niet zo heftig als de storm van vorige week of die van zondag op maandag. Maar het waait wel flink. En de regen die klettert ook flink tegen de ramen aan. Maar ja, ik ben lekker binnen, dus op zich helemaal geen probleem. Maar we blijven wel een beetje in de stormfase zitten, heb ik het idee. Gisteravond kwam het bericht naar buiten dat de man die gegijzeld heeft in de Apple Store is overleden. Nou, mij verbaast dat niet, want wat ik gisteren eigenlijk ook al vertelde, als je die aanrijding zag, en ik heb de beelden inmiddels op televisie ook nog weer een paar keer gezien. Dat je echt zou denken, die man moet alles in zijn lichaam kapot hebben gehad wat kapot kan gaan. Ik vond het eigenlijk sowieso nog wel een wonder dat hij nog bij kennis is geweest. Dus het verbaast me niet dat hij uiteindelijk aan zijn verwondingen is overleden. Want ik geloof nooit dat je zo'n klap echt kan overleven. Maar goed, we zullen dus nooit weten wat het motief achter zijn daden is geweest of wat dan ook. Dus ja, dat kwam nog volgens mij rond een uurtje of 10 naar buiten gisteren. Ik heb gisteren Ajax gekeken. 2-2, baal ik een beetje van. Het was voor de Europa League, maar ja. Ja, het is wat het is. Ajax stond wel voor, maar op een gegeven moment kwam toch de tegenstander ook met gelijke doelpunten. En ik vond de tegenstander ook best wel wat gemeen. Ze waren heel erg aan het haken en aan het schoppen en nou ja, al dat soort dingen. Ik heb ook Steenrijksstraatarm gekeken. Was op zich wel heel mooi, maar ook wel een beetje bijzonder. Het waren al wat oudere mensen. En ik dacht in eerste instantie, goh, dat zijn opa en oma. Maar het waren dus mensen die al 3 volwassen kinderen hadden. En die aan een tweede leg wilden beginnen. Dus uiteindelijk nog 2 die dochters hebben gekregen. Die dus best wel jong waren nog. Dus ja, dat. Daar moet ik eventjes naar kijken, maar heel veel mensen zeiden in de reacties. Ik dacht dat het een opa en oma was. Dus ja, dat gevoel had ik zelf dus ook. Ik heb mijn blogartikel geschreven. Ik heb al wat foto's bewerkt voor het artikel van morgen, want die is weer wat groter. Ik heb een thumbnail gemaakt, want de vlog staat inmiddels alweer online. En toen ben ik de Sinner gaan kijken en daarna ben ik begonnen met Flikkergent. Ik heb het ooit al wel eens allemaal gezien, maar het is al heel lang geleden, want seizoen 1 is van 1999. Dus ja, op zich nog wel weer een keer leuk om terug te zien. Ik ga zometeen eventjes stofzuigen en dan ga ik video opnemen. En ik ga sowieso nog even bullet journalen, dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Ik moet eigenlijk nog even 2 cadeautjes inpakken, maar dat zou ook morgen nog kunnen, dus dat maakt op zich niet heel veel uit. Dus ja, dat is voor nu eigenlijk de planning. Dus ik ga eventjes aan de gang en dan ga ik eerst even een video opnemen. Deze hangt mooi en ook dit rekje hangt al vast. Dan ga ik de rest nog wel opwarmen. Daar heb ik dus die gaten voor geboord. Maar deze hangt er nu zo mooi weer onder. Dus heel erg blij mee. Dan kan ik het weer gaan inrichten. Maar ja, ik ga nu eerst even gauw opruimen. Maar dit ben ik wel heel blij mee weer zo.
Ik had dus nog een paar cadeautjes gehaald. Voor Nathalie, voor het helpen met opruimen, heb ik een high gloss nagellakje in de kleur 040 Love Me Tender. En deze leuke lippenbalsem. En voor Lente had ik een boekje meegenomen, gewoon omdat Lente heel lief is. Er zit een aan- en uitknopje op. Luister, speel en leer. En dan staat hier wie vangt muizen. Nou, dan moet je op de kat drukken. En hier bijvoorbeeld, wie bewaakt het huis met zijn harde geblaf? Nou, dan moet je op de hond drukken. Nou. Ik vond het wel schattig, die ga ik nu nog mooi eventjes inpakken. Dan ja, is dat ook mooi klaar. Klaar. Ik kreeg ook een nu-melding dat vanaf volgende week 70-plussers en mensen met risico al de tweede boosterprik kunnen halen. Dus dat is vrij snel natuurlijk. Ja, toch nog best wel veel kunnen doen. De video ging vrij vlot. Dus ik ben wel blij dat hij erop staat, want dan kan ik alles gaan opruimen. Nou, blij dat er alweer één rekje hangt. Het was wel eventjes een gedoetje, maar het is uiteindelijk gelukt. Ja, ik vind dat dingetje ook heel leuk hangen, maar dat is een beetje vervelend, want er zit al van dat plastic op. Dat kreeg ik niet zo makkelijk af, maar dat is uiteindelijk gelukt. En nou, toch wel fijn dat de cadeautjes ook al zijn ingepakt. Dus best wel even lekker wat dingetjes kunnen doen. Dus op zich wel lekker, nog even lekker gebullet-journaled. Dus eigenlijk een prima middagje. Dus ja, dat eigenlijk. Ik ga soms dan even lekker relaxen. Vanavond weet ik eigenlijk nog niet wat ik kijk. Ik heb wel goede tijden, maar Marble Mania, de gasten, vind ik niet zo leuk. Wat ik zo heb gezien. Dus misschien dat ik wel de Verhulstjes ga kijken ofzo. Volgens mij staat het nieuwe seizoen op Videoland. Dus misschien dat ik dat wel eventjes ga doen. Dus ik moet maar even kijken. Ik heb sowieso, moet ik heel veel foto's bewerken vanavond. Dus ik hoop dat het allemaal afkrijgt. En dat ik zelfs dan nog in kan maken met het artikel. Maar dat moet ik ook maar eventjes bekijken. Ik ga sowieso de zinnen kijken en vanavond verder met Flikken. Dus ja, dat is het verder ook wel. Straks lekker Swarma. Daar heb ik ook wel zin in. Daar ben ik wel echt al ja, een beetje op verheugd. Ik kon gisteren al denken, oh, morgen lekker Swarma. Dus daar heb ik wel zin in. Dus ja, we gaan het eigenlijk allemaal wel zien. Maar verder wordt het lekker een rustig avondje op de bank. Ja, volgens mij is de wind wel weer redelijk gaan liggen. Het regent nog wel, maar ach, daar kunnen we wel mee leven. Ik ga nu in ieder geval lekker relaxen. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 25 februari. Ik ben klaargemaakt. Mijn lipstick is iets donkerder uitgevallen dan ik had gedacht. Het is een heel donker rood kleurtje. Maar ik vind hem niet heel verkeerd of zo. Nou ja, gisteren natuurlijk heel veel nieuws over Rusland. Wat er allemaal gaande is. Best wel vreselijk allemaal ook. Dus ja, dat houdt Nederland, de hele wereld nu ook wel weer een beetje bezig natuurlijk. Want er was eigenlijk weinig ander nieuws. Dat snap ik ook wel. Dus dat was ook niet echt heel prettig. Maar goed, ik heb gisteravond lekker goede tijden gekeken. Nou, ik ben even gaan gamen. En toen appte Nate stuurde mij een berichtje van, zou je even de stream willen aanzetten? Want ze waren Fortnite aan het doen voor de views eigenlijk. Dus ik heb daar wel even naar gekeken. Maar toen ben ik op een gegeven moment de Verhulstjes gaan kijken. Ja, ik vind het wel heel leuk. Ik kan er heel erg om lachen. Het moet wel je ding zijn. Real life soaps moeten sowieso je ding zijn. Maar ik vind deze ook wel heel erg leuk. Omdat er gewoon echt wel humor in zit. Dus ja, het was wel super leuk om weer eventjes te kijken. Seizoen 2 ben ik nu begonnen. Ze zijn nu in Saint-Tropez. Dus ja, het was super leuk. Ik heb daarna de foto's afgekregen. Ik heb zelfs, ik moet nog even één nieuw fotootje maken. Dat moet nog wel even gebeuren. Die had ik dus niet. En ik ben al begonnen met een deel van het artikel te schrijven. Dus dat is allemaal wel goed gelukt. En ik heb de zinner gekeken en daarna lekker Flikken. Dus dat was verder de avond.
Maar toen lag ik op een gegeven moment in bed en ik voelde eigenlijk al dat ik bijna in slaap viel. En ik voelde zo'n schok door mijn lichaam gaan, dat gevoel dat je naar beneden valt. Het heeft een speciale naam, ik weet de naam zo even niet. Ik krijg nu net een melding binnen dat er weer regenopkomst is. Het is net even droog, het regende straks keihard. Maar je voelt dus dat je naar beneden valt en je bent gelijk weer helemaal wakker. Ik vind het altijd heel eng en ik heb het wel vaker meegemaakt. Ik denk dat iedereen het in zijn leven wel een keer heeft meegemaakt. Maar ik vind het nooit heel prettig, dus ik was gelijk ook weer helemaal wakker, maar oké. Daarna ben ik alsnog wel in slaap gevallen, dus nou ja, op zich is het niet heel erg. Maar ik vind het altijd, ik weet niet, ik vind het altijd zo gek. En het is ook vervelend, want ik weet dat het een bepaalde naam heeft en ik kom er nu even niet op. Ik ga even stofzuigen, de kattenbak scheppen en dan ga ik naar boven het rek in elkaar zetten. En ik ga jullie meenemen. Dus we nemen lekker een muziekje mee en dan gaan we weer eens even bouwen, want daar heb ik wel zin in. Dus dat is eigenlijk even de planning en daarna ga ik nog even journalen. Dus ja, tijd om eventjes wat te gaan doen, want verder heb ik ook niet zo heel veel te vertellen, omdat er gewoon eigenlijk heel weinig gebeurd is. Dus ja, laten we lekker aan de gang gaan. Staat. Was wel eventjes een gedoe, maar hij staat in ieder geval weer, dus dat is mooi klaar. Ik heb ook hier al een pennenbakje opgehangen met mijn bijzondere pennen er dus in en hier ook al de haakjes. Dan ga ik het misschien morgen nog even proberen dit hier neer te zetten en anders komt dat volgende week. Maar dit staat in ieder geval weer, dus daar ben ik wel weer blij om. Ik ga nog even kaarten schrijven. Ik had deze voor mijn vader gekocht. Ook is die al wel jaren geweest, toch wel leuk een kaartje bij. En deze heb ik voor mijn oma. Dat is ook weer even geleden dat ik een kaartje had gestuurd.
Dus die ga ik nog mooi even schrijven. De katten zijn inmiddels lekker aan het eten en de was is ook al klaar. Dus dan ga ik dit eerst eventjes doen. Zo, het rek staat. Het was toch nog wel weer even geprutst, want je moet hem soms aan bepaalde kanten even heel erg aandrukken. Maar het is uiteindelijk gewoon gelukt, dus dat is wel weer fijn. Nou ja, even die IKEA dingetjes opgehangen aan dat rek. Maar daar moet ik eigenlijk morgen nog eventjes, of van de week eventjes mee verder. Want het is nog niet helemaal zoals ik het hebben wil allemaal. Maar dat komt van de week wel. Ik heb eventjes wat doodles nog getekend. Zijn ook nog niet helemaal af, maar dat komt ook nog wel goed. En nou ja, toen bedacht ik me op het laatst nog ook om nog kaarten te schrijven. Dus die zijn inmiddels ook klaar. Nu is alles verder gewoon klaar voor morgen. Dus dat is op zich wel, wel fijn. Ik weet toch nog niet hoe laat we gaan, want Lente moet toch eerst een slaapje doen. Maar in ieder geval, ik vond het wel fijn dat het allemaal klaar was. De was was ook al klaar. Er was ook niet echt heel veel was, maar ik dacht, ja, toch maar even draaien. Want de wasmand die was al wel weer wat vol aan het worden. Dus nou ja, nu zit hij er in ieder geval lekker in. Dan kan hij mooi drogen. Dan zal hij ook wel wat sneller klaar zijn, want het is dus niet superveel. Dus nou, op zich eigenlijk allemaal wel lekker. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan straks douchen en eten. Vanavond kijk ik lekker Flikken Maastricht natuurlijk, want het is vrijdag. Ik moet ondertussen al wel even met mijn blogpost aan de gang en ik moet een video nog in elkaar zetten. En ik wil eventjes Nieuw Amsterdam verder gaan kijken, weer een nieuwe aflevering. Dus ja, en verder heb ik de Sinner en vanavond ga ik dus de laatste afleveringen van Doc 12 mee beginnen. Het is op zich best wel een lekker dagje zo. Best wel fijn dat het allemaal een beetje lukte zoals ik wilde. Dus ja, wel lekker. Maar soms moet je even een beetje prutsen. Dan was het wel fijn dat je wat goed gereedschap hebt. Dat je dat gewoon allemaal hebt. En het was ook wel fijn dat de aantal schroefjes klopte. Want dat is soms ook nog wel eens de vraag bij IKEA. Kloppen de schroefjes? Maar gelukkig was het allemaal goed. Goed, ik ga nu even lekker relaxen. Ik ga de camera ook even straks leeghalen. Want die zit vrij vol. Dus ja, en dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want nu ga ik verder toch niet zo heel veel meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 26 februari. Ik ben klaargemaakt. En ik heb mijn jurkje aan die ik bij de truckpleister heb gekocht. Hij zit inderdaad wel iets te groot. Het is een emmetje, maar op zich bestaat het niet. Ik kan hem even in de spiegel laten zien. Ik vind hem wel heel leuk. Ik moet er natuurlijk straks nog schoenen onder aantrekken. Maar kijk, hij zit dus zo. Nu heeft hij dit zo. Maar er zit dus nog een onderrok onder. Jurk onder. En dit zo. Maar dit staat gewoon heel leuk. En ik heb er gewoon een hemdje onder aangedaan. Dus hij zit wel heel erg leuk. Er zou nog een riempje omheen kunnen. Maar dat ga ik niet doen. Dus ja, ik ben wel blij hoe die staat. Ik ga straks naar de verjaardag van mijn vader. Natalie haalt mij op. Maar Lente doet eerst haar slaapje. Dus ik weet nog niet hoe laat zij wakker is. Dus ze krijgt een appje als ze gaat rijden. Dan vraag je misschien af. Heb je wel een cadeau voor je vader? Want we hebben helemaal geen cadeau gezien. Dat klopt. Ik had gevraagd aan mijn vader. Wat wil je hebben? En die zei. Een broek. Die broek hadden ze niet. Dus toen zei ik tegen Natalie. Is het een leuk idee om een foto van ons samen te geven? Dat we dat samen doen. Nou, dat vond ze eigenlijk ook wel een heel leuk idee. Dat hebben we bij mijn moeder ook een paar jaar geleden gedaan. Mijn vader had nog helemaal geen foto van ons samen. Top idee. Maar toen kwam eigenlijk de kwestie. Welke foto gaan we doen? Want we hadden eigenlijk niet echt een recente foto van ons twee. Ja, we hadden twee foto's. Die hebben we gemaakt in Slagharen. Van de zomer. Maar daar werden we geen wijs uit. Want ik vond de foto waarop we de zonnebrillen niet op hadden leuker. En die vond Natalie niet leuk. En de foto die Natalie leuk vond, daar hadden we zonnebrillen op. Die vond ik niet leuk, want je zag onze ogen niet. Dus daar kwamen we niet helemaal uit. Toen hebben we toch gekozen voor een oudere foto, die we ook aan mijn moeder hebben gegeven. Ja, toen kwam een beetje het gedoe, want Natalie zou dat regelen. Die zou hem laten afdrukken. En toen kreeg ze steeds de melding van, ja, het is niet goed en zo. En hij was niet scherp genoeg. Ik zeg tegen Natalie, nou, ik snap het niet, want we hebben het voor mama toen ook zo gedaan. Zei ze, zal ik het maar gokken? Ik zei, ja, doe maar. Dat heeft ze laten doen. Die kon ze gisteren ophalen. Toen heeft ze ook een lijst gekocht. Ze belde mij nog van wat voor kleur zou ik doen. Uiteindelijk hadden we voor een zwarte lijst gekozen. Komt ze thuis, is die lijst kapot. Dus ze had eventjes weer gebeld naar de winkel van, ja, die lijst is ook kapot. Maar ze mocht hem gelukkig komen omruilen. Dus het kost ons niet dubbel geld. Dus dat was wel een hele goede service. Die heeft ze vanochtend omgeruild. Toen kreeg ik dus al een appje van, nou, het is toch heel mooi geworden, ook de foto. Dus ik ben heel benieuwd, want ik heb het zelf ook nog niet gezien. Dat is dus een cadeau wat we gaan geven. Maar ik ga jullie gewoon ook meenemen straks. Dus ik
Ik ga eens kijken of ik dat kan vloggen dat hij het uitpakt. Ik ben zelf ook wel benieuwd naar zijn reactie natuurlijk. Dus dat gaan we straks doen. Gisteravond zeker Maastricht. Een hele mooie uitzending. Maar ik vond het ook af en toe een beetje moeilijk te begrijpen. Dus ik moest heel goed mijn aandacht erbij houden. Maar op zich, ja, het was wel weer genieten. Dus daar heb ik, ja, dat vond ik wel weer heel erg leuk. Daarna heb ik Nieuw Amsterdam gekeken. Ja, in dit seizoen, ja, ik wil eigenlijk niet te veel zeggen, omdat heel veel mensen het misschien nog niet hebben gezien, zijn er wat veranderingen. En ik hoop ergens dat deze verandering nog ongedaan gemaakt kan worden, want ik vind dit toch jammer als dit doorgaat. Maar goed, daar ga ik verder dus niet te veel over zeggen, want misschien zijn er nog mensen die het nog helemaal moeten gaan kijken. Of misschien wacht je liever tot het op Videoland of Netflix staat of wat dan ook. En dan kun je het in één keer doorkijken, dus ik ga niet te veel zeggen. Ik heb de video in elkaar gezet. Ik ben best wel lang doorgegaan, want het artikel moest ook af en dat was best wel groot. En dat wou niet allemaal, dus ik was best wel laat klaar. Maar het is uiteindelijk allemaal gelukt. Toen heb ik de Sinner gekeken en na Doc 12, daar heb ik vanavond de laatste aflevering van. Dus op zich een prima avond. Ik heb alleen niet fantastisch geslapen, want ik had heel veel last van heel veel geluiden. Dus ja... ik heb mijn haren weer gekruld. Eventjes, dat had ik gisteravond gedaan. Dus dat vond ik wel leuk. Ik heb er nu een clip in. Ik weet niet of ik dat kan laten zien. Zien jullie deze clip? Die heb ik erin gedaan. Maar ik kan dus nu niet zien of dat jullie het konden zien, ja of nee. Ja, ik ga nu even stofzuigen. Dan ga ik even de make-up kwasten wassen. Want dan is dat gewoon klaar. En dan... ja, wacht ik gewoon het appje af van Nathalie. Dan ga ik gewoon nog even wat dingetjes doen totdat het tijd is om te gaan. Dus dat is voor nu even de planning. Maar ik neem jullie in ieder geval straks mee naar de verjaardag. Maar eerst nu eventjes hier even aan de gang. Natuurlijk alle nagellakjes staan, maar omdat ik nu meer rekjes heb, die moet ik nog ophangen, wil ik deze even gaan ordenen. Dus ik heb even een bakje gepakt, ga ik alles er even uithalen, kan het ook eventjes schoongemaakt worden en dan kan ik het mooi eventjes gaan ordenen bij, op soort bij soort. Dus dat ga ik nu mooi even doen. Alleen kruisvatlakjes staan er nog niet in. Die moeten dus in een nieuw plankje. Maar ik heb dus hier alles van Essence, Catrice. Dan komen de wat luxere merken. Die staan hier. En bovenin staat alles van de Action. Dus ik heb het allemaal geordend en ik heb nog plek over. Dus er kunnen gewoon nog lakjes bij. Dus dat is gewoon top. Dus ik ben er eigenlijk wel heel erg blij mee. Dus ja, dat is alweer fijn. Een mooi klusje ook weer klaar. Zo, ik kreeg net een berichtje van Nathalie dat Lente wordt aangekleed. En dat ze dan nog even moet tanken en deze kant op komt. Dus ja, ik heb toch nog best wel even wat dingetjes kunnen doen. Dus ik ga nu nog even een spelletje doen. Zorg dat alles klaar staat en dan kan ik straks weg. Dus ja, dat gaat allemaal vlot. Best wel veel kunnen doen. De kasten die zijn lekker schoon. Die staan al hier zo in de keuken te drogen. Wel lekker weer. Alles weer helemaal schoon. Alle make-up resten eruit. Dus dat is top. Nou, de lakjes zijn geordend. Dus ja, toch nog best wel het een en ander kunnen doen. Dus blij mee. Dus ik ga nu de camera in mijn tas stoppen en dan ga ik wachten tot Nathalie er is.
Kom maar bij mama. We zijn het wel even, hè? We zijn het zijn! Nee, Wow, die is mooi! Ik had hem nog niet gezien. Nee, ik ben door al het gedoe eromheen. Nee, geef niks! Dat is mooi. Inmiddels in de auto, want wij hebben lekker frietjes gehaald. Om lekker bij mijn vader op te eten. Azeline heeft terug naar binnen, want ze zijn de frik om de overlente vergeten. Maar dit hebben we dus al lekker binnen. Dus nu even wachten op de extra frikandel. Zo, ik zit even dus in de auto te wachten. Mijn lip zit er heel erg uitgelopen. Maar het ruikt wel lekker hoor, al die patatjes al. Maar goed, we wachten dus even op het frikandelletje voor lente. Beetje raar dat het niet goed is gegaan. Maar ja, beter even goed controleren, want anders zit je als je thuis bent. Maar ik zit hier even lekker op de parkeerplaats. Nee, hier allemaal auto's langs. Ik zie pizza bezorgers, weet ik veel wat allemaal. Maar het werd nu al best wel druk, dus we waren eigenlijk wel precies op tijd. Alleen een beetje jammer dat die frikandel er dus niet bij zat. Maar goed, de mensen zitten me nu heel raar aan te kijken, want ik praat tegen mijn telefoon. Dus ik ga even verder wachten en dan gaan we straks lekker eten. Zo, inmiddels ben ik alweer een tijdje thuis. Ik heb lekker, weet ik veel, gespeeld. Ik heb even lekker gedoucht, maar even uitgekant. Maar ik ben wel trots op mezelf, want ja. Ik zal jullie even het cijfer laten zien. Kijk, gewoon een dikke... Gaat hij dit scherp stellen? 6.2 voor mij. Ik ben weer trots op mezelf. Was wel heel blij mee. Is echt super gezellige middag gehad. Ja, slash avond, want ik was volgens mij rond 7:45 ongeveer thuis, 7:50. Toen hebben de katten gegeten, toen ben ik even onder de douche gesprongen, ben ik weet ik veel gaan spelen. Ja, echt super gezellig gehad, cadeautje goed in de smaak, heerlijk genoten van lente, echt heerlijk gespeeld. Grootste lol gehad, dus was echt super leuk. Ja, ook dus lekker al gegeten, dus ik hoefde hier thuis ook geen eten meer te maken, dat was ook wel lekker. Nou, toen hebben we in de auto even een beetje lekker muziek geluisterd. Dat was ook wel super leuk. En ja, het was gewoon een hele geslaagde verjaardag. Dus super leuk. Ik ga nu nog eventjes op de Switch. En dan ga ik straks eventjes lekker... wat ga ik kijken? Nou, eerst even een groot deel van de vlog in elkaar zetten alvast. En dan straks even lekker nog... De Sinner en nog de laatste aflevering van Doc 12. Dus dat wordt het eigenlijk ook wel. Dus ja, nu in ieder geval eventjes lekker genieten. En ik zie je dan sowieso gewoon morgen weer. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 27 februari. Ik ben eventjes lekker op de bank aan het relaxen. Ik heb gisteren nog een klein stukje van Hoge Bomen gezien. Oh, ik zie een melding binnenkomen van nu. Ja, ga ik nu natuurlijk allemaal over Rusland en zo. En ik krijg een leuke foto binnen van mijn oma die aan een gebakje zit. Want mijn moeder die was even koffie gaan drinken bij me met mijn oma. Daaro, zeg maar, bij het huis waar ze woont, hebben ze op het terrein ook een soort cafeetje. Brasserietje en dan kun je dus koffie drinken. Je kunt er ook warme dingen eten, frikandelletjes en zo. Dus die zaten even lekker aan een gebakje. Maar ik had dus even een stukje van Hoge Bomen gekeken en op zich wel mooi. Maar ik had ondertussen dus Animal Crossing gedaan. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte al afgemaakt. En ja, ik heb er naar de zinnen gekeken vanavond, de laatste aflevering. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dit eindigt. En ik had de laatste aflevering van Doc 12. Dus wat dat betreft, ja, allemaal prima. Ik heb mijn boek uitgelezen. Dus ik begin vanavond aan het laatste deel van die reeks. Dus ook wel weer zin in. Ik heb vandaag niet heel veel op de planning. Ik ga zo even groenten afhalen als ik heb stof gezogen. Ik had het gehakt, had ik al gedraaid. Want dat was tot vandaag goed. Dus dat had ik donderdag al gedaan. En ja, toen heb ik dat in de vriezer gedaan. Dan haal ik het er vanavond gewoon uit voor morgen. Dus ja, wel prima. En ik wil straks eventjes mijn pori uitzuigen, want die zitten wel weer een beetje vol.
En ik wil ook even iltsokken aandoen, want ik merk dat mijn voeten wel weer eventjes wat kunnen gebruiken. Dus op zich wel, wel lekker relaxed. En ik ga natuurlijk even foto's maken. En mocht ik nog zin hebben om boven wat te doen, kan ik nog even wat doen. Maar ik wil ook even mijn nagels even helemaal nagellakvrij veilen. Dus eigenlijk niet heel veel op de planning. Dus ja, ik ga nu gewoon even stofzuigen. Dan ga ik eerst even de groenten doen, want des te eerder ben ik ook klaar. Dus ik laat straks nog even zien welke spulletjes ik ga fotograferen om weer te testen voor mijn blog. Dus dat is voor nu eventjes wat ik ga doen allemaal. Fotospulletjes gepakt. Ik heb boven ook het een en ander gedaan. Maar dat laat ik van het weekend wel eventjes zien. Ik heb hier een lip care booster. Dus een lip butter van Essence. Ik heb hier een contourstick van Max & More. En twee mascara's. Dit zijn de Lash Changer mascara's. Ik heb hier de Volume mascara en daar ook de waterproof variant van. Is dat iets scherp? Ja. Dus ik ga dat nu eventjes mooi fotograferen. Maar ik zal wel even naar boven lopen, anders kunnen jullie even zien hoe het nu staat. Het is nog lang niet klaar, laat ik dat voor opstellen. Maar ik heb hier nu mijn beer neergezet. Die heeft altijd een belangrijk plaatje, want die heb ik van mijn oma gekregen. Die staat mooi op een krukje met daaronder ook mijn voetenbak. Dit gaat allemaal nog een andere kant op. Dan heb ik hier nu mijn tassen staan. Er hangt een lampje achter me, die zie je nu helaas niet meer. Maar die staan dus nu in deze hoek. Ik denk dat jullie het helemaal niet kunnen zien. Dan heb ik hier dit rek staan. Dus ja, eigenlijk wel heel top zo. Dus dan kunnen we dat verder ook weer gaan organiseren. Maar zo staat het er dus nu eventjes bij. Dus op zich wel heel blij mee hoe ik het nu heb gedaan. Maar nu eerst even lekker foto's maken. Zo, ik ben klaar. Eigenlijk was het best wel een lekker middagje zo. Ik wil natuurlijk ook niet heel veel doen. Dat heb ik ook eigenlijk niet echt gedaan. De groente is klaar. Je ziet wel dat ik nu hele strepen heb op mijn gezicht. Maar ik heb dus mijn poriën leeggezogen. Was ook echt wel weer even nodig. Want dat was wel een tijd geleden. En ik vond het ook wel fijn. Doet soms wel een beetje zeer. Maar ach, dat hoort erbij. Hier blijven de strepen wel wat roder. Maar die trekken wel weg. Ik heb mijn wenkbrauwen even helemaal bijgewerkt met een apparaatje. Mijn nagels zijn helemaal lakvrij geveld. Ben ik wel blij mee. Ik ben ook blij met wat ik boven nog heb kunnen doen. En nou, lekkere foto's gemaakt en ook al geïmporteerd. Dus eigenlijk prima. Ik heb nu eeltsokken aan mijn voeten. Het doet een beetje zeer, maar ik heb volgens mij een wondje. Maar dan vind ik het ook straks lekker als ik ga douchen. Dan trek ik ze uit en dan onder de douche spot het allemaal lekker schoon. De katten hebben net lekker gegeten, dus wat dat betreft top. Ik ga Ajax zo aanzetten, want die moet zo spelen. Dan ga ik even lekker relaxen met Ajax kijken. En dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond heb je wie van de drie. Wat ik daarna ga kijken weet ik nog niet. Ik ga wel mijn nagels lakken. En ik ga sowieso even foto's bewerken. En ik hoop nog even een persbericht af te krijgen. Dan heb ik de laatste aflevering van The Sinner. En daarna ga ik Flikken Gent kijken. Dus dat wordt verder ook de avond. Maar nu eventjes lekker in de relaxmodus. Want daar heb ik wel zin in. Want nou ja, goed. Ik ben gewoon al met al heel tevreden met wat ik toch heb kunnen doen. Dus dat is heel fijn. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu lekker Ajax kijken. Goedemiddag op deze maandag. Het is 28 februari. Ik ben klaargemaakt en ik heb het koud. De zon schijnt wel volop, maar je merkt gewoon echt wel dat het gewoon goed fris is buiten. Als ik in de keuken kom, dan is het daar ook vooral heel fris. Want hier in de woonkamer gaat het nog wel, maar ik vind het niet heel warm. Maar goed, ik zal het zo wel wat warmer krijgen als ik aan de gang ga. Ik heb gisteravond Wie van de Drie gekeken. Was op zich wel weer leuk. Daarna maar een aflevering van de Verhulstjes. Want ja, dat was eigenlijk niet echt iets wat ik leuk vond. Ik heb ondertussen mijn nagels gedaan. Dat is deze kleur. En dat is dit lakje. Dit is een Clean and Strong Nail Polish van Essence. In de kleur 03 Rainy Bay. Dus ik vind hem wel leuk. Dus ik ben benieuwd of die een beetje blijft zitten. Je zou harder en sterkere nagels krijgen in een week. Dus ik ben benieuwd. Maar ik vind het kleurtje wel heel leuk. Ik heb de foto's bewerkt. Die zijn af. Ik heb een persbericht ingepland. Die komt morgen online. En toen heb ik de Sinner afgekeken. De laatste aflevering. De meeste viel nu wel op zijn plek. Maar ja, het is ook wel een beetje een gekkig einde. Het is ja... Je weet gewoon echt, het is nu voorbij. Volgens mij komt er ook geen nieuw seizoen meer. Maar ik vond het wel een hele mooie serie. Dat betekent wel dat ik vanavond iets nieuws moet uitzoeken. Dan is altijd een beetje een drama bij mij. Maar we gaan het wel eventjes zien wat ik ga vinden.
En daarna heb ik Flikken gekeken, dus op zich prima avond, lekker in een nieuw boek begonnen. Maar ik heb niet zo fantastisch geslapen, want ik heb weer heel raar gedroomd en het was allemaal even wat minder, maar oké. Okay. Dat ben ik inmiddels wel gewend. Ik ga zometeen de kattenbakken doen in de gang, in de douche. En het is nu de week van de wat grotere schoonmaak, ga ik even lekker de kleden wassen. Want ik heb gisteren natuurlijk die sokken aangehad en daar had ik twee paar. Ik had die Ilt-sokken dus aan, maar dat zijn een soort van plastic zakjes wat jij in je voeten hebt. Daar heb ik twee paar sokken overheen aangetrokken, wat dikkere, zodat het echt goed bleef zitten en zodat het niet helemaal zou doorlopen. En daar heb ik nog weer een handdoek overheen gedaan, maar ja, je ruikt het even goed wel een beetje. Ik heb ook nog naar Ajax gekeken, maar dat was eigenlijk gewoon om te janken, want ze hebben gewoon verloren en dat... Daar werd ik niet heel gelukkig van. Dat vond ik niet echt een fantastische wedstrijd. Dus vandaar dat ik ook niet echt hoog van de toren blaas. Van ook, ik heb er lekker naar ze te kijken. Want ik irriteerde me eigenlijk gewoon mateloos. Dus dat is voor nu even de planning. En ik neem jullie gewoon weer mee. Dus ja, ik ga even wat doen in de hoop dat ik het wat warmer krijg. Ik moet zo wel naar buiten. Want en, het kattengek moet eruit. En ik moet even de kliko ophalen. Want die is weer gelegd. Dus dat ga ik nu maar eventjes doen. Dus ja, ik ga muziek aan doen en aan de gang. Zo, de brokjes zijn hier weer opgesmikkeld. Ik heb alles klaar. Het ging eigenlijk vrij vlot. Ik was rond 3:50 klaar. Toen heb ik nog even lekkere spelletjes zitten doen totdat we moesten eten. Dus eigenlijk ging het prima. Ja, lekker gevoel dat alles wel weer schoon is. Dus dat is mooi. De kliko is weer terug. En al het vuil is weer weg. Dus dat is heel fijn. Schone bakjes. Nou, ze zijn helemaal tevreden. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan denk ik dat mijn moeder Nathalie en Lente straks zullen bellen. Ga ik daarna eventjes lekker douchen en eten maken. Vanavond kijk ik Goede Tijden en help mijn man eens klussen. Daarna zal ik niks meer kijken, althans totdat het nieuws komt. Want er is eigenlijk nu niks verder. Ik moet even mijn blogpost schrijven. En misschien nog wel eens wat... foto's bewerken voor het blogpostje van woensdag, want die is weer vrij groot. Ik moet sowieso een nieuwe Netflix-serie uitzoeken en ik heb echt nog geen idee welke. En ik ga Flikken kijken, dus dat wordt verder ook wel de avond, dus niet heel bijzonder. Ik wacht even tot het droge klaar is, dan kunnen de kleden er weer op, dan is alles weer lekker schoon. Dus dat ja, is eigenlijk wel heel fijn, dus eigenlijk best wel een heel lekker middagje. Alleen ik baal een beetje van die zon, nu zie je overal de stof op. Ik zat net op de iPad en dan zie je, oh dat stof zo, ja. Dat is weer het wat je krijgt als de zon schijnt. Ik ga nu in ieder geval niks meer doen. Dus ik ga u dan ook gewoon morgen zien. Want ja, dan kan ik even lekker relaxen. En dan straks even gezellig video bellen. Ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 1 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het ijskoud. Er is nu niks wat mij op kan warmen. Misschien de verwarming. Of een warme douche of een warm bad. Maar het is nog lang geen tijd om onder de douche te gaan. En de verwarming wil ik eigenlijk nog niet aanzetten, want het is echt nog veel te vroeg. Dus ja, ik moet mezelf even zien op te warmen. Maar ik weet niet of het gaat lukken, want ik bibber. Mijn coach is er om 2:00. We gaan dus goed eens even naar de Vibra toe. Even wat bakken halen ook voor boven. Daar even snuffelen. Verder eigenlijk
Ja, is dat het ook vanmiddag? Het is nog vroeg, dus ik ga zo meteen nog wel even wat dingen doen. Sowieso even stofzuigen en zo. Nog even schoenen pakken. Kan ik nog even een was in de kast doen. Maar ik denk dat ik even een kleed om ga doen of zo. Want ik heb het zo koud. Gisteravond heb ik even gevideobeld met mijn moeder naar het Lien Lente. Was heel leuk. Lente was weer allemaal kusjes aan het geven en helemaal aan het kletsen. Maar ik verbaas me er ook over hoe goed zij al luistert. Want dat merkte ik zaterdag ook. Op een gegeven moment was het tijd om naar huis te gaan. En Nathalie had de trein voor Lente meegenomen. En bij die trein zitten allemaal blokjes. En die kun je dan dus ook door een soort glijbaan laten glijden. Dus op een gegeven moment zegt Nathalie, ga je de blokjes bij elkaar rapen? Dan gaat ze alle blokjes al terug in die bak doen. En ja, dat weet ze heel goed. En het was op een gegeven moment zelfs ook van... zei ik van, mag ik je schoentjes aandoen? Ik stak ze gewoon een voetje uit. Dus mocht ik je schoentjes aandoen. Dat ging super makkelijk. Dus ja, ze luistert echt al heel erg goed. En ook nu steeds als je wat aangeeft, dank. Ze bedoelt dus dankjewel, maar ze kan de K nog niet zeggen. Dus het is dank. En ja, super lief. Dus dat was even heel leuk. Ik heb Help Mijn Man Eens Klussen gekeken. Poeh, het was een koppel met twee huizen. Het ene huis was eigenlijk al helemaal niet meer bewoonbaar. En, want er zat overal schimmel en ze mochten er eigenlijk gewoon niet meer wonen. En dat andere huis was gewoon helemaal ook niet bewoonbaar. Er was één slaapkamertje voor het dochtertje, was bijna af geloof ik. Maar de badkamer moest nog gedaan worden. En hun slaapkamer, de woonkamer helemaal. Volgens mij zat er nog niet eens een keuken in. Ja, ze hebben de bovenverdieping afgemaakt. Toen moest hij zelf verder de benedenverdieping. Maar in eerste instantie wilde deze man helemaal niet meewerken. Dus ik dacht, dat zal wel niks worden. Maar uiteindelijk zei hij dan toch wel, nou oké, doe maar dan. Dus toen wilde hij toch wel. Maar ja, het was een beetje een drama. Veel mensen hadden wel commentaar waarom ze deze mensen geholpen hebben. Wat daar verder de reden van is. Wat het commentaar was, heb ik niet gelezen. Ik heb een blogpost geschreven. Ik heb nog wat foto's bewerkt en dat was het ook wel. Ik ben een nieuwe Netflix-serie begonnen, maar ik weet de naam er even niet van. Ik weet ook nog niet of het echt wat voor me is, dus ik moet er nog eventjes mee afwachten. En daarna heb ik lekker flikker gekeken, dus dat was het ook wel. Ik ga nu eerst hier even stofzuigen en dan kan ik de was even in de kast doen. En dan kijk ik nog even wat ik kan doen en dan straks de deur uit om boodschappen te doen. Dus ik ga hier nog wel even meenemen en dan ga ik nu eerst eventjes maar wat doen. Dus in de hoop dat ik een beetje opwaar. Zo, inmiddels terug van de boodschappen. We waren dus even bij de Wibra geweest. Ik moet zeggen, het viel een klein beetje tegen.
Ik heb daar eigenlijk heel weinig meegenomen, dus ik ga het je ook gelijk laten zien wat ik daar heb meegebracht. En de rest van de dingetjes hebben we even bij de Action gehaald, die ik nodig had. Maar die komen nog wel even terug in de shoplog. Ik heb al eerst bij de Libra van die plastic cups meegenomen. Ik vind dat wel handig om bijvoorbeeld je pilletjes of zo in te stoppen voor als je ze een keer mee moet nemen. Die waren 1,50. En in het vervolg heb ik 3 van deze bakken gekocht voor boven. Die zijn 3,99 per stuk. Zit dus een deksel bij. Kijk. Ik heb hem in het wit. Met witte deksel. En dan nog een roze. Met roze deksel. Ik kan ze in ieder geval boven verder. Maar verder hadden ze eigenlijk niet zo heel veel van de bakken. De boodschappen. Aardappeltjes. Boontjes. Bakken en braden. Maandverband. Chocomel. Ik heb weer eventjes de latte opschuimmelk. Want ik deed de laatste tijd altijd met gewone melk. En ik moet zeggen, het stond me een beetje tegen. Dus ik ga nu lekker vanavond deze weer gebruiken. 2 keer een kleine frietsausje was in de aanbieding. De classic heb ik altijd. Die heb ik dus mooi eventjes meegebracht. Ik dacht, het is wel handig. Dan hebben we kattenbrokken. En dan heb ik een pakje shawarma. Een grote schnitzel. Dat kan zo mooi allemaal de koelkast in. Toiletpapier. Hartstikke hard van mij. Even wat dingen eruit halen. Dat. Slavinken. Kipfilet. Spekjes. Koffiecupjes. Alwasmiddel. Nootmuskaat. En als laatste heb ik shootjes. Dus dit zijn alle boodschapjes. Ik ga dit zo gelijk eventjes opruimen. Dan ga ik eerst even wat drinken, want ik heb dorst. Dan kan ik daarna mooi eventjes nog even lekker relaxen voor ik ga douchen. En ja, dan is het straks douchen en eten. Ik heb het wel iets warmer gekregen, maar het is nog steeds niet fantastisch. Vanavond meer met het First Sight kijken. Ik ga de vlog verder afmaken. Ik ga verder met mijn Netflix serie en ik heb vanavond ook weer flikken. Ik moet ook even de foto's nog afmaken voor de blogpost. Dus ja, dat is het eigenlijk ook wel. Dat is niet heel erg bijzonder of zo. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje te drukken met mijn gezicht. Of op mijn kanaal zelf, er staat een knopje om je te abonneren. Ja, vond je deze video leuk? Doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!